hele hoop genodigden, maar we hebben vooral ook een hele hoop wiegenaren hier. En we gaan dat met z'n allen doen. En voordat we dat gaan doen, wil ik nog even aangeven van dat het een, omdat het zo'n feestelijke aangelegenheid vandaag is, dat we proberen te kijken of het misschien leuk is om een boek van de markt te maken. En als je dat boek nou graag wil hebben, dan moet je even tegenover de Arend staat een kraampje, daar kan je boeken bestellen. Thank you.
is dat deze schone bekers, die zijn, zoals ik al zei, schapen zijn vluchtdieren, maar dat geldt in het bijzonder voor de schone beker. We hebben ook speciaal deze schapen genomen, omdat ja, ze worden eigenlijk nooit mak. Ze blijven eigenlijk altijd angstig voor de hond. Dus hoeveel je er ook mee traint, ze zullen blijven lopen en ze houden de hond ook in de gaten. Op het moment dat je met de hond op het land komt, dan zie je al meteen dat die oortjes de kant op gaan, dat ze de kop de kant op draaien, dat ze het al in de gaten hebben.